Onderweg naar duurzaam transport zet Hyundai trucks vol in op waterstof. Het Zuid-Koreaanse truckmerk heeft de afgelopen jaren enorm veel ervaring opgedaan met de Action Fuel Cell truck. En dat heeft geleid tot de allereerste in serie geproduceerde truck ter wereld met deze techniek. In Nederland op de weg gebracht door autobedrijf Groenewold en Dijkhuizen uit Delfzijl. Ja, en nu zul je denken, Hyundai trucks, ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dat klopt ook wel in dit deel van de wereld. Maar in Azië zijn ze groot, maar ook in Duitsland en in Zwitserland reizen. En nu dus ook in Nederland. Ja, bij een fuelcel, oftewel in het Nederlands een brandstofcel, wordt waterstof omgezet in stroom. En daar heeft Hyundai heel veel ervaring mee, zoals bijvoorbeeld in deze Nexo. Dit is dan een personenauto. Dit is niet het motorblok, dit is de brandstofcel. Dezezelfde brandstofcel staat ook in die truck, alleen daar zijn er twee van. Het is dus een modulair systeem. Hoe meer vermogen je nodig hebt, hoe meer van die brandstofcellen je kunt monteren. Ja, en zeker in de trucks is het voor ons allemaal nieuw met zo'n brandstofcel en waterstof. Voor Hyundai is het zeker niet het geval. Alleen al in Zwitserland hebben ze de afgelopen jaren al 13 miljoen kilometer gereden met deze techniek. Hyundai trucks in Nederland, dat is een absolute primeur, maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie als importeur. Hoe moet ik dat zien? Importeur is niet het juiste woord. Wij zijn partner van de Hyundai Hydrogen Mobility, gevestigd in Zurich. Dat zijn onze partners die Hyundai trucks, de waterstoftrucks weliswaar, naar Europa hebben gehaald vanwege hun ambities. En wij zijn daar eigenlijk een beetje op ingespeeld en hebben gemeend om ook hier in Nederland daarvoor iets op te gaan zetten. Wat is nou het voordeel ten opzichte van een elektrische truck? Energie die je nodig hebt, die wordt getankt in plaats van geladen. En daar zit het grote voordeel. De kilowatts tanken, om het maar even zo te doen, dat doe je in een kwartiertje en het voertuig is weer volledig inzetbaar. Ja. Daar waar je met een elektrische auto natuurlijk veel meer tijd nodig hebt om de auto weer inzetbaar te krijgen. Wij zien een toekomst voor waterstof. We hebben hier veel auto's lopen op waterstof. We kunnen hier natuurlijk goed tanken. Beschikbaarheid van waterstof is hier eigenlijk heel erg goed. Wordt ook enorm uitgebreid, dus ook voor de bedrijfswagens is daar een hele grote markt. Daar zien wij echt heel veel potentieel in. Dit is de eerste auto die is afgeleverd aan BMM Bouwmateriaal in Groningen. Die wil ook zero-emissie de stad in. En we hebben de intentie van een viertal klanten nu die eigenlijk voornemens zijn om ook deze voertuigen aan te gaan schaffen. Ja, dus dat is breed potentieel. Ja, jullie hebben deze opbouw verzorgd op deze waterstoftruck. Is dat nou anders dan op iedere andere dieseltruck? Ja, dit is een waterstoftruck. Wij zijn gespecialiseerd in deze soort opbouwen. En met een waterstoftruck heb je te maken met waterstoftanks. Ja. Dit is de eerste uitvoering in Europa met een schuifzeilenopbouw, waarbij de waterstoftanks met een stand-alone constructie hangend en gemonteerd zijn op het subframe. En voor de Koreanen zijn we daarvoor gecertificeerd als onderneming. De stand-alone constructie is gemonteerd aan een chassis van de truck. Onze opbouw is natuurlijk ook gemonteerd aan de truck, enkel dat heeft een connectie. Die connectie die moeten wij dus volgens de voorschriften van Hyundai monteren. Ja. Dit geeft ons veel meer mogelijkheden om te leveren, niet alleen de schuifcelopbouw, maar je kunt je voorstellen dat hier bijvoorbeeld ook een berry wisselbak uitvoering opgebouwd kan worden. Ja, en die waterstoftanks die we net zagen, die zitten dus keurig achter die zijfenders achter de cabine. In totaal kan er 30 kilo waterstof in en dat is genoeg voor 450 kilometer. Daarna hoef je niet aan de stekker, nee, tussen de 12 en 15 minuutjes tanken en je kunt weer 450 kilometer rijden. Kom daar maar zo om bij een elektrische truck. En zo alles bij elkaar is het toch een serieuze truck. Het is een driejasser met een meesturende achteras, dus lekker wendbaar. 15 ton laadvermogen en voor het laden en lossen is er een meeneemheftruck. En ja, natuurlijk is die ook zero-emissie, maar dan elektrisch. En je verwacht het misschien niet, maar dit is een truck die ontworpen is door Europese ontwerpers. En het is dan ook echt een modern ogende Europese truck. Alles wat je verwacht zit erop. Het is de dagcabine, maar je hebt wel heel veel ruimte achter de stoel. En zelfs zoveel dat er een soort slaapbankje nog is. Dan moet de stoel wel iets naar voren. Maar je kunt even gaan liggen in de pauze. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. We gaan rijden.
en hoe rijdt dat nou, zo'n elektrische truck met een brandstofcel? Nou, eigenlijk net als een elektrische truck. Het is net zo vlot, het is net zo stil, het heeft ook net zoveel vermogen. Genoeg zelfs voor combinatiegewichten tot 40 ton. Ja, eigenlijk is er helemaal niks mis mee. Voor de eerste gebruiker van het voertuig, BMN uit Groningen, is de nieuwe aanwinst in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van hun bedrijf. We zijn een groothandel in bouwmaterialen en we leveren voornamelijk aan de professionele verwerker. Dus van een grote LOA-klanten tot een lokale ZZP'er. Uiteraard hebben wij onze eigen ambitie, dus wij willen gewoon veel CO2 reduceren. Dat doen we niet alleen door ons transport te verduurzamen, maar ook door duurzame materialen te verkopen. En bijvoorbeeld het afval wat bij onze klanten vrijkomt weer te gebruiken in de productieprocessen van onze leveranciers, maar ook vanuit klanten komt de vraag om duurzaam aan te leveren. En we hebben natuurlijk de zero-emissiezones die eraan komen in een aantal steden, waaronder hier in de binnenstad van Groningen. Dus vandaar dat we hier voor waterstof hebben gekozen. Nu is de keuze voor Hyundai is in die zin heel bijzonder. Dit is gewoon de allereerste in Nederland. Iets om trots op te zijn, denk ik. Ja, ik ben er trots op. Ook persoonlijk ben ik wel een beetje trots op. Ik ben op een beurs geweest in Den Bosch, zero-emissiebeurs. En toen hoorde ik iets over een Hyundai-dealer in Appingedam die iets met waterstof deed. Dus via Google ben ik in contact gekomen met Kim Groenewold. Een keer op een regenachtige woensdag naar Appingedam gereden om een kop koffie te drinken en mogelijkheden te bespreken. En nu een tijd later staan we hier deze truck te presenteren. En zo hebben we met Hyundai zomaar een heel nieuw truckmerk in Nederland. Op zich is dat al bijzonder. Wat ook heel bijzonder is, is de toegepaste techniek. En hiermee laat Hyundai zien dat waterstof een uitstekend alternatief is. Niet alleen voor diesel, maar ook voor elektrisch.